Het Surinaamse Rode Kruis heeft een cruciale rol op zich genomen door psychosociale hulp te bieden aan de nabestaanden van de tragische gebeurtenissen rond de instorting van de goudmijn te kamp 21. Deze psychosociale ondersteuning is vooral gericht op het bieden van emotionele en praktische hulp aan de getroffenen om de traumatische ervaringen te verlichten. De Rode Kruis en medische zending streven ernaar de getroffen families zo goed mogelijk te begeleiden bij de verwerking van hun verdriet en hen te ondersteunen bij het oppakken van hun dagelijkse leven. Het Food Basket Project is afgelopen jaar zodanig succesvol geweest dat besloten is dit project uit te breiden en zo meer mensen te bereiken. De officiële doorstart van het project vond gisteren plaats bij Kasi Trading aan de Livorno-Beekhuisweg. Julio Bikhari, directeur van Food Basket, spreekt van een mijlpaal, omdat de samenleving ervan profiteert. Het doel van de doorstart is om Surinamers in alle gebieden te voorzien van betaalbare eerste levensmiddelen, zoals aardappelen, uien, knoflook en gele erwten.